Goedé, de Internationale Hogeschool in Leuven heeft het atrium van Campus Vesalius vandaag omgetoverd in een sprookjeswereld. Studenten van de lerarenopleiding Kleuteronderwijs onthulden de 5e editie van de Speelgoedfabriek. En die staat dit jaar in het teken van sprookjes. De Speelgoedfabriek is een project waarbij de tweedejaarsstudenten spelletjes voor kleuters ontwerpen. Kinderen die deze namiddag vrij af hadden, konden dus naar hartelust spelen, knutselen en naar sprookjes luisteren. En ook bij de studenten zelf valt het initiatief in de smaak. Je kan vooral je creativiteit laten zien en zo kunnen wij ook een beetje aan de buitenwereld laten zien wat kleuteronderwijs nu eigenlijk juist inhoudt en wat je daar eigenlijk allemaal voor moet doen. Want veel mensen onderschatten dat eigenlijk wel. Fantastisch, hè? We zijn nu al 5 minuten bezig en blijft gaan met de knikkers. En ja, als je de gezichtjes ziet, is het echt aangenaam en heel fijn eigenlijk. Ja.